Van kruisraketten in Woensdrecht niet doorgaat, is de grote vraag. Wat doen we met de overblijvende kerntaken? We hebben een brief aan de Kamer gezonden. En daarin staat dat de Nederlandse regering van opvatting is dat de taak van zowel de F-16 als de Orion dient te worden voortgezet. Er zijn eigenlijk een drietal redenen voor. Militair gesproken is de taak, deze twee taken, nog steeds zijn militair noodzakelijk. Met andere woorden, eenzijdige afstoting door Nederland zou betekenen afwenteling van die last op de bondgenoten. En in de derde plaats, het zou ook geen enkele bijdrage zijn aan welke vorm van wapenbeheersing dan ook. Dus dat is afhankelijk van het verdere internationale wapenoverleg? De volgende categorieën zijn zeker geen gemakkelijker onderwerp. Dus ik denk niet dat we moeten verwachten dat op zeer korte termijn daar heel concrete resultaten worden bereikt. Dan heb ik wel het gevoel dat waar het gaat om de lange afstandswapens van de Verenigde Staten en Washington, dat daar voortgang in wordt geboekt. De Tweede Kamer heeft in meerderheid steun gegeven aan de brief van het kabinet. CDA en VVD zien niets in eenzijdige afschaffing van kerntaken. Partij van de Arbeid is teleurgesteld dat het kabinet juist vandaag geen verdere stappen doet. In ons land is op verschillende manieren zichtbaar gereageerd op de ondertekening van het verdrag. In Utrecht, op de Domtoren, was de vlag uitgestoken. En dat zal morgen ook gebeuren, evenals op verschillende andere openbare gebouwen in ons land. Ook was er vanmiddag een nieuwe Opland-poster te zien. Jarenlang het symbool van het verzet tegen de kernwapens. Nu opnieuw door Opland ontworpen met de tekst Hiep Hiep Hoera. Een andere reactie was een pagina grote advertentie in sommige dagbladen. Door duizenden betaald die hun vreugde over het akkoord willen kenbaar maken. Dat verdrag betekende voor de familie van Griethuizen in het Noord-Hollandse Bergen weer gas voor de centrale verwarming en het kooktoestel. De familie is anderhalf jaar lang van het gas afgesneden geweest omdat ze minder betaalden, omdat ze tegen de raketten in West-Europa waren. 18 maanden is er gekookt op dit butagastoestel. Hier en daar in het huis komt de schimmel tevoorschijn. En gedoucht werd er bij de buren. Maar vandaag was het feest bij de familie. Het gasbedrijf sloot het huis weer aan. En zo kon mevrouw van Griethuizen om 4 uur vanmiddag weer koken op het gas van Slochteren. En verder de gebruikelijke dagelijkse demonstraties door de Franciscaner Vredeswacht bij de Amerikaanse poort van de vliegbasis Woensdrecht. Die gaan door totdat het Amerikaanse congres het akkoord heeft goedgekeurd. En om nog even terug te komen op Washington, daar is vanavond een groot galadiner op het Witte Huis. En dan gaan morgen de onderhandelingen weer verder. Gorbachev praat dan onder meer met mensen uit het congres en uiteraard opnieuw met president Reagan. Binnenlands nieuws. Minister Ruding van Financiën is er tegen dat de lasten voor de burger verzwaard worden om het autogebruik te verminderen. De minister keert zich daarmee tegen de plannen van enkele VVD-ministers om het autogebruik terug te dringen door het duurder te maken. Vanochtend hebben enkele ministers uit het kabinet geprobeerd om het eens te worden over een pakket maatregelen om de verzuring van het milieu tegen te gaan. Minister Nijpels van Milieu en minister Smit van Verkeer hebben plannen op tafel gelegd om de lasten voor de automobilist op verschillende manieren te verhogen. In de hoop dat er dan minder van dat vervoermiddel gebruik gemaakt wordt. Maar het kabinet kwam er niet uit. Onder meer vanwege een tegenstelling tussen die ministers en minister Ruding van Financiën. Voor Nijpels ligt de zaak eenvoudig wie er moet betalen. Waar het om gaat, dat is dat we in Nederland uitgaan van het beginsel de vervuiler betaalt. U moet zich goed realiseren dat als u bijdraagt aan een vervuiling, dan is het heel redelijk dat u ook een bijdrage levert. Als u hem niet betaalt, dan betaalt de belastingbetaler het en dat bent u zelf ook weer. Kortom, het is een schijntegenstelling of het nu komt uit de pot van meneer Ruding en die pot vullen we met z'n allen, of dat u het rechtstreeks moet betalen. Uiteindelijk zijn wij met z'n allen verantwoordelijk voor de vervuiling, moeten we ook met z'n allen proberen dat probleem aan te pakken. Maar minister Ruding van Financiën denkt daar heel anders over. In het algemeen wil ik ervoor waarschuwen dat wij niet voortdurend voor de burgers de lasten moeten verzwaren.
Ook niet als het betreft op zich hele nuttige overheidsuitgaven. Want uiteindelijk moet de burger dan toch wel voor opdraaien. Daar stelt tegenover de minister van Milieu. Ja, op een of andere manier draait de burger er altijd voor op. Al zou je de lasten nu niet voor hem verhogen, dan moet hij later via de belastingen de kosten voor het milieu betalen. Nou, je kunt ook werken met verbodsbepalingen ten aanzien van bepaalde milieuschadelijke activiteiten. Maar het gaat niet alleen om milieu, het betreft ook een hoge paspoortkosten, omroepbijdragen, hoge motorrijtuigenbelasting. Ik acht de taak van de minister van Financiën om ervoor te waarschuwen dat je niet voortdurend dat men vrijheden kunt verhogen. En dat betekent dat een snel akkoord hierover in het kabinet er niet in zit. Vrijdag vergadert het kabinet opnieuw over de kwestie, maar de verwachting is dat ze er dan nog niet uitkomen. Van de ruim 2800 arbeidsplaatsen bij de Koninklijke Scheepswerf de Schelde in Vlissingen moeten 540 arbeidsplaatsen verdwijnen. En daarbij zullen ook gedwongen ontslagen vallen. Het personeel van de Schelde kreeg dat vanmiddag te horen. Het leek wel een geheime bijeenkomst, want de pers werd op alle mogelijke manieren geweerd. Het terrein van de werf bleef taboe voor de journalisten. Alleen de werknemers van de Schelde mochten het droeve nieuws aanhoren. De pers kreeg alleen een summier communiqué. En daarin zegt de Schelde met veel woorden dat de onderneming zal worden aangepast aan de gewijzigde vraag in de zware goederenindustrie. De Schelde, zo zegt het persbericht, is nog gezond. En alleen door reorganisatie en ontslag voor 540 mensen kan een gezond voortbestaan van het bedrijf gegarandeerd worden. Maar het komt hard aan, zo vlak voor de kerstdagen. En bovendien weten de werknemers nog steeds niet wie er worden ontslagen. De al weken rondsluimerende onzekerheid blijft. We blijven nog voorlopig in onzekerheid. Ik hoop niet dat het lang zal duren, dat is ook toegezegd. Maar we hopen dus dat het zo vlug mogelijk bekendgemaakt wordt. Er is dan niet gezegd wie worden ontslagen? Nee, absoluut niet over gesproken. Dus u blijft er in onzekerheid? Voorlopig nog wel even, ja. Ik had niet verwacht dat het nog zo'n klap zou zijn. Ik had nog hoop op een 1 of 200 of zo, maar 540, dat is toch wel heel veel, hoor. Een kamermeerderheid wil het nieuw in te voeren paspoort niet 5, maar 10 jaar laten gelden. Hierover is een meningsverschil met staatssecretaris Van der Linden. Dit is het nieuwe paspoort dat vanaf 1 januari geleidelijk aan moet worden ingevoerd. Partij van de Arbeid en VVD willen de nieuwe pas 10 jaar geldig maken om de gebruikers niet op al te hoge kosten te jagen. Bijna alle fracties vinden verder dat kinderen tot 16 jaar bijgeschreven moeten kunnen worden op het paspoort van hun ouders. Maar staatssecretaris Van der Linden wijst al deze voorstellen af. Kamerfracties gaan zich nu beraden over hoe het nu verder moet met het nieuwe paspoort. En dan tot besluit zoals gebruikelijk het weer. In de studio is Erwin Krol. Sneeuw was er vandaag en dat was er niet verwacht. En zonder sneeuw geen winter, dus aan die voorwaarden hebben we al voldaan. Het had langs de kust moeten blijven, het is ook in het binnenland gekomen. Overdag was het vandaag verder prachtig zonnig weer. Dat is goed te zien op deze foto. Behalve hier in het noorden, daar zitten wat buien. Bovendien ook deze grijze bewolking over Groningen en Friesland. Dat is hardnekkig gemist en die zit daar op dit moment nog. De komende nacht breidt die mist zich verder uit, ook over de andere provincies. Behalve in het zuiden, daar blijft het vrij helder. Temperatuur zakt naar waarde, lokaal tot zo'n min 9, min 10 graden. En langs de kust blijft een enkele bui mogelijk. Het kan dus in ieder geval glad zijn. En als dat nog niet is, dan wordt het wel de komende uren. Maar ook morgen overdag is er een bui mogelijk in het kustgebied. De mist die lost heel langzaam op. Overblijven dan wat zonnige periode, met name in het zuiden. Temperatuur zakt naar waarde tot net iets onder het vriespunt. Behalve in de noordelijke strook. Daar komt die een aantal graden boven nul dankzij een wind vanaf zee. En later komt dat effect van de wind vanaf zee ook in de rest van het land. Dus dat betekent dat we na morgen de eerste kou alweer gehad hebben. Dit was het Journaal van 8 uur. Goedenavond.